Heel veel mensen op zo'n open dag hopen toch altijd dat er opeens zo'n verrassing uit die helikopter komt. Hè? Is dat in deze huidige periode, is dat überhaupt nog mogelijk om iets, om jouw werk een geheim te houden? Nee, dat is absoluut onmogelijk. Want op het moment dat er besprekingen plaatsvinden of zo, dan gaan er al zaken naar buiten. Of via clubs, of via zaakwaarnemers, of via de omgeving van mensen. Dat weet je dan toch nooit. Dus echt onder je houden dat je iemand kunt presenteren. Voordat die medisch gekeurd is en getekend heeft en noem het allemaal maar op. Ja, dat is gewoon onmogelijk. Dat gaat nooit meer gebeuren. Dus geen Jordi Klaas in die helikopter, definitief? Nee, dat klopt precies. Ja, dat klopt. Kun je wel iets zeggen hoe het staat met de terugkeer van het kind van het huis? Nou, niet meer dan dat wij dat aan het onderzoeken zijn. Niet meer dan dat. Ik heb uitgebreid stilgestaan, ook in het interview waar je net aan refereert, aan de Toenerzee. Over onze mogelijkheden en iets langer nog over onze onmogelijkheden. Nou, dat is denk ik nu wel bekend, hoop ik. En daar kijken we binnen die mogelijkheden kijken we wat we kunnen doen. En zijn we bepaalde zaken aan het onderzoeken. En ik zal niet ontkennen dat dat Jordi is. Is er iets anders wat je wel vandaag al kan melden, wat er veranderd is sinds die kleine week dat je Rijnmond voor het laatste woord stond? Nee, er is eigenlijk heel weinig veranderd. Buiten het feit dat Emiel Hansson verhuurd is aan RKC. Dat was eigenlijk de enige speler waarvan we eigenlijk een maand of twee, drie geleden al gezegd hebben. Nou, die zou verhuurd kunnen worden. Wij zijn met het belofteteam begonnen. Nou, die zijn volop in training. Er zijn een aantal jongens die daar de gelegenheid krijgen om zich daar te ontwikkelen. Eerste elftal heeft natuurlijk alweer een aantal jonge spelers die zich kunnen ontwikkelen. De onder 19 straks onder leiding van Dirk Kuyt en Cor Adriaanse die aanstaande zaterdag beginnen. Volop gelegenheid om daar de ontwikkeling door te maken. Nou, Emiel was nou net iemand die er eigenlijk een klein beetje overal tussenin viel. Hij was al 2 jaar bij de eerste selectie en we zeggen, nou, ga naar een andere club, ga je daar doorontwikkelen. Nou, Sparta was nog even geïnteresseerd, maar die hebben uiteindelijk toch voor iemand anders gekozen. Nou, het zou mooi zijn geweest als Emiel naar Sparta had gekund. Rotterdamse club, in de top van de Jupiler League gespeeld. Nou, dan ga je naar andere opties kijken. Hij wilde zelf graag naar Fred Grim, de hoofdtrainercoach van RKC. Nou, als hij dat zelf wil, wij staan daarachter, nou, dan is dat denk ik het beste voor hem even. Daar laten we het wel bij. Alle anderen die blijven binnen Feyenoord om daarin door te gaan. Ja, heb je het eigenlijk rustiger of drukker dan je aan de vooravond van dit seizoen had verwacht? Want ik hoorde wel eens speculaties van, er zou wel eens een complete leegloop bij dit Feyenoord kunnen zijn. Ja. Dat valt tot nu toe redelijk mee. Dat is heel lastig in te schatten. In het begin van zo'n window dan explodeert die al meteen. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar, toen is je eigenlijk vanaf dag 1 tot en met 31 augustus is er altijd wel iets aan de hand geweest met erin en eruit. En dat was echt een ongelooflijke hectische transferwindow. Dit jaar wat minder, of dat met het wereldkampioenschap te maken heeft, waardoor het wat later op gang komt. Of dat het komt omdat er toch een aantal spelers bij ons langdurig onder contract staan, waardoor clubs denken van de situatie bij Feyenoord is toch wat veranderd de afgelopen jaren. Die zijn toch financieel gezond geworden. Daar lopen spelers wat langdurig door in hun contracten. We hebben de afgelopen jaren de uitgaande transfersommen wat kunnen opkrikken. Dus nou, dan komt daar een bepaalde imago, hè? Of dan kijken ze op een andere manier naar je. Dat zouden we eigenlijk allemaal mee te maken kunnen hebben. Buiten het feit dat er ook een hele hoop spelers natuurlijk het geweldig naar de zin hebben bij Feyenoord. Hè? Die heel graag bij Feyenoord willen spelen in de Kuip. Hè? We hebben nu met de accommodatie 1908, hebben we ook eigenlijk wel weer een tool in handen waarin spelers zeggen, nou, dat is een ongelofelijke omgeving waar ik elke dag kan en mag werken. Nou, dat zijn ook een aantal zaken waarom spelers misschien ook wel graag weer wat langer bij Feyenoord willen blijven. Dus inderdaad, tot op heden relatief rustig. Al zijn er wel een aantal zaken gedaan natuurlijk. Met name uitgaande jongens die vorig jaar verhuurd waren. En die dus vertrokken zijn met Marco Vajnovic en Gustavo Hamer, Simon Gustafsson. Bilal Bastacikoglu die na een aantal jaren dan toch niet echt door heeft kunnen breken. Verkocht aan Kayserispor. Karim El Amadi, het verhaal is bekend, die naar Al Ittihad gaat. En zo hebben wij met Yassine Ayoub iemand binnengehaald, eigenlijk al heel lang bekend. Ja, en Luis Sinisterra, die komt straks ook uit de helikopter. Dus dat zijn er in ieder geval 2. Dat zijn wel zaken die gedaan zijn, maar eigenlijk in de relatieve rust. Het is de open dag. En jij werkt al heel wat jaren weer bij Feyenoord. En elk jaar met de open dag
ben jij hier? En bedoel, je bent er ook echt. Jij loopt rond. Supporters kunnen jou aanschieten. Je krijgt waarschijnlijk 100 keer dezelfde vraag. Toch elk jaar loop je weer rond. Kan ik daaruit de conclusie trekken dat jij de open dag leuk vindt? Ik vind hem fantastisch. Ik vind hem echt fantastisch. Ik denk uniek in Nederland. Zoveel mensen die op zo'n dag bij elkaar komen. Zoveel gezinnen. Zoveel kleine kinderen in Feyenoord tenuutjes. Die mogen kiezen voor welke club ze zijn van hun ouders. Als het maar Feyenoord is. Dat wordt met de paplepel ingegoten. Met een religie wat dat betreft. Ja, bijna een religie. Zo hoort het ook. En ik kom heel graag in contact met onze supporters. Ik heb het ook zien ontstaan. Het eerste jaar dat ik hier was in 2011. Kon ik heel gemakkelijk rondlopen rondom de Kuip. En was het niet zo druk, laat ik het zo zeggen. De laatste jaren is het enorm druk geworden, waardoor je bijna niet verder komt dan 100 meter, 200 meter. Dat doe je een half uur, drie kwartier over. Met alle plezier overigens. Dus dat heb ik wel zien ontstaan. Ik ben benieuwd hoe het nou is. Het is donderdag. We bestaan 110 jaar. De vakanties zijn er wel. Maar ik ben toch benieuwd. Het is toch een midweekse dag van hoe druk het is. Ik hoop voor al die mensen dat het weer echt een hartstikke leuke open dag is. Met heel veel contacten met spelers en staf. En ik vind het een uniek gebeuren. Ik geniet er elk jaar weer van.